Ha allemaal, zijn jullie klaar voor een nieuwe koorles? Dit is vandaag alweer de derde koorles en ik heb er heel veel zin in om deze voor jullie te maken. Ik hoop dat jullie er ook net zoveel plezier aan hebben als ik en dat jullie er ook veel van leren. Daarom beginnen we nu weer even fijn met het opwarmen van ons lijf. Gaan jullie klaarstaan en dan kunnen we beginnen! We beginnen met de opwarming. Arm in de lucht. Rek je uit zo lang mogelijk. Als een boom heen en weer. Naar rechts. Naar links. En op je tenen. Naar rechts. En naar links. Armen naar beneden. En dan gaan we even schudden met de schouders eerst. En dan schudden we met de armen. En we schudden met de billen. Of met de heupen. En we schudden met de benen. En even met alles tegelijk schudden. En dan hoop ik dat we een beetje een los lijf hebben. Dus als je zinkt, hoe sta je dan? Je zorgt dat je mooi rechtop staat. Je hoofd staat mooi recht bovenop je nek. Je schouders, als je ze zo optrekt en laat vallen, hangen prima. Je hoeft ze niet naar achter te trekken, ook niet naar voren. Zoals ze gewoon vallen, is de goede houding voor jou. Dat is dus voor iedereen verschillend. Dan, dit mag ook allemaal mooi recht bovenop elkaar zijn. Dus niet scheef, niet zo, niet achteruit. Zorg dat het echt mooi op elkaar is. Dan kom je bij de heup uit. Die is een klein beetje gekanteld. Dus de bekken is een klein beetje gekanteld naar voren. Vervolgens bij de knieën. De knieën zijn altijd van slot. En dan de voeten die staan op heupbreedte. Zodat je echt stevig op twee benen staat. En klaar bent om actie te ondernemen, zeg maar. Dus stel dat je nou dat het niet lukt om te staan als je zingt. En je zit, bijvoorbeeld tijdens een koorrepetitie, zitten we ook wel eens te zingen. Hè, want het is veel te vermoeiend om de hele repetitie te staan. Zorg dan ook dat dit gedeelte van je lijf net zo mooi rechtop is als wanneer je staat. Dat is nou eenmaal heel belangrijk, omdat dit echt ons instrument is. Dat je een beetje met je benen beweegt, dat maakt niet uit. Zolang je dit maar mooi stevig op elkaar houdt. En je zit dan het beste niet helemaal achterover geleund in je stoel. Maar actief. En ik beeld mezelf altijd in dat ik dan zo op mijn stoel ga zitten, dat ik weg zou moeten kunnen rennen op het moment dat er een tijger aankomt. Dus echt klaar voor de start, zeg maar. Zo zit je op je stoel. Nou, dat eventjes wat informatie over de houding. En dan gaan we nu lekker beginnen met neuriën. De neurieoefening. Bij deze neurieoefening gaat het erom dat je zo ontspannen mogelijk de tonen zingt. Ben niet bezig met geluid maken, maar ben bezig met voelen hoe die ademstroom op gang komt. In je buik, in je borst en hoe die naar buiten komt. Via je neus als je je mond dicht hebt of via je mond een beetje als je je mond open hebt. Wees je ook heel erg bewust van je lijf. En probeer echt in je hoofd te luisteren naar het geluid dat je maakt. Zodat je het niet naar buiten hoeft te richten. Ik vind zelf neuriën eerlijk gezegd ook heel meditatief. Omdat je dan echt alleen maar even helemaal bezig bent met die zachte klank. Die gewoon een soort van natuurlijke klank die je in je hebt. En meer niet. Het is niet om je te laten horen. Het is echt voor jezelf. En om die stem rustig op te warmen. Dus geen druk in je keel. Jullie. En doe een momentje hoger, een hele toon hoger. Op NG. Jullie?
halve toon hoger. En adem in. Laat adem los en adem in. Nou doen we dezezelfde oefening en dan zingen we hem op het woordje zing. En dat gaat dan zo. Zing. Dus je zegt heel even zing en je eindigt dan dus op die NG. En dan op deze toon. Jullie. En nu doen we zang. Op deze toon. Zang. Jullie? Op deze toon. Oké, tot hier. Dan zingen we eventjes de korte bim bam bom. Ik zing er een paar mee en dan zingen jullie verder. Bim bam bom, bim bam bom, bim bam bom. En ga eens over naar bim bam bom. Dan zingen we nu nog eventjes deze oefening, die we vorige week ook gedaan hebben. Jullie. En nu een keertje op de oe, noe. Oké, dan gaan we eventjes een toon hoger. En opnieuw dezelfde. En een halve toon hoger. Opnieuw. Op na. En dan probeer maar eens te kijken of je de ni en de na op dezelfde plek in je mond kunt krijgen. Dus allebei mooi voorin. En nog een keer opnieuw. En nog een keertje op deze tonen. En dan zingen we op nu nog een keer. Goed gedaan allemaal.
We gaan verder met Shalom Chaverim. De bladmuziek staat weer hier, net als vorige week. Zing lekker mee. Dit is namelijk de samenzang voor vandaag. En ook deze kan weer in kanon, zoals je ziet. Er staan cijfertjes bij 1, 2, 3, 4. En als je hem al kent, zing lekker mee. En zing hem ook meteen als je samen bent thuis in kanon. Dan heb je gewoon veel meer lol, toch? Komt-ie! Shalom Chaverim. Hebben jullie lekker gezongen? Top. Dan gaan we nu verder met het Halleluja. En we beginnen dan eerst met het herhalen van vorige week. En daarna gaan we stemrepetities doen. Net als vorige week zet ik hieronder in de beschrijving welke stemrepetitie op welke tijd begint in het filmpje, zodat je direct daar naartoe kunt en niet per se alles hoeft te luisteren. En vergeet niet, tot slot doe ik ook nog een toetie en een afronding, dus skip daar ook nog eventjes naartoe. Dan gaan we nu verder met het repeteren van het Halleluja. Om te beginnen zingen we hem eerst een keer lekker door. Bladzijde 171 tot en met 174. Het Halleluja tot en met For the Lord God Omnipotent reigneth. Ik zet het orkest weer aan. Zoals je al hoort gaan de bassen meteen verder, dus die ga ik nu eerst repeteren. Bassen, we beginnen onderaan de bladzijde 174 bij de D. Zoals jullie net hoorden, zetten jullie meteen in en dat gaat als volgt. And he shall reign forever and ever. Jullie. Die melodie kennen we misschien wel, hè? Dan gaat hij zo verder. Forever and ever. Jullie? Nog een keertje, want er zijn best wel gekke sprongen allemaal. Dus forever. Een octaaf echt naar beneden, hè? Nog een keer. Zo verder. And he shall reign, and he shall
He Shall Reign Forever zingen we dan. And He Shall Reign, and He Shall Reign Forever. Nog een keer vanaf bovenaan bladzijde 175. Forever. Jullie. Gaat hij tot zover? Dan gaan we verder. Voor altijd. Forever. De volgende forever. En ook weer hier. Zo'n enorme octaafsprong. Het zijn best pittige noten, hoor, bassen. Forever and ever. Forever and ever. Jullie? En dan zo verder. Forever and ever. Jullie? Oké. Nog een keertje vanaf waar we net begonnen. Dus dat is maat 47 op maat voor maat 48. Forever. Die. Hebben jullie hem? Dan gaan we verder bij de opmaat van maat 50. Forever, forever. Weet je wat we doen? We doen dit nog een keertje helemaal achter elkaar. Weten jullie hem nog? 3, 4, 1, 2. Als je het nog niet helemaal weet, pak hem nog een keertje terug vanaf het begin van jullie repetitie. Anders ga je met me mee verder, bovenaan bladzijde 176. De alt en de sopranen zingen dan King of Kings, forever, forever, halleluja, halleluja. En de alt en de sopranen weer wel lukken toch, bassen? Oké, ik speel hem, jullie zingen. Dus vanaf de dames. Oké, dan zingen de sopranen zo verder. King of Kings. En jullie zingen dan. Forever and ever, halleluja, halleluja. Het zijn dus steeds dezelfde tonen, hè, als je dat hoort. Alleen steeds met een andere tekst erop. Nou, zingen jullie hem? Ik speel de sopraan en dan zingen jullie deze. Oké. En dan zingen de sopranen. En jullie doen deze. Nog een keertje deze. En dan zingen de sopranen weer. En jullie. Laatste die wijkt af, zoals je hoort. Ik zing deze nog een keertje met jullie mee. Dus de sopranen zingen, die laatste King of Kings is dat, hè? Bovenaan bladzijde 177. Forever and ever, halleluja, halleluja. En dan doen de sopranen nog een keertje. En
En jullie zingen dan... King of Kings and Lord of Lords. En dan gaan we weer verder met opnieuw een figa. Die een beetje lijkt op de eerste And He Shall Reign. Maar voor nu doen we dus eventjes alleen tot en met hier. We doen nog een keertje op bladzijde 176 en 177. Ik speel de piano en jullie zingen hem. Alte soprane. Tot hier was ze. Gaan jullie verder naar de toetie-repetitie aan het einde. Sopranen, jullie zijn aan de beurt. Zoals jullie zien beginnen jullie pas onderaan bladzijde 175 met het thema van dit gedeelte. En daarna gaan jullie meteen door met die King of Kings. En volgens mij is dit niet zo'n pittig stukje voor jullie. Behalve dat het misschien hoge noten zouden kunnen zijn. Maar de noten zelf zijn niet zo pittig. Dus die gaan zo. Ik zing dit trouwens eventjes een octaaf lager voor. Zodat jullie het in ieder geval goed horen. In plaats van de verkeerde noten, maar wel hoog. And he shall reign forever and ever. Dus jullie beginnen op deze. Oké, dan zingen jullie hem zonder mij. Dan gaat hij zo verder. King of Kings. Een noot die 8 tellen duurt. Nou, jullie. En dan verder. Jullie? En dan doen jullie... King of Kings! Nou, die noot duurt ook weer zo lang. Die duurt 8 tellen plus 1. 9 tellen dus. Zingen jullie hem eens even een keertje. Let erop dat die and Lord, zie je dat 1 toon lager is, die and. Dus dezelfde toon als Kings die ervoor zit. Dus zing die. En dan komt er nog eventjes... Oké, dus die laatste is... Ja, dames, volgens mij moet deze heel makkelijk zijn voor jullie, hè? Weet je wat we doen? Ik speel hem gewoon nog een keertje helemaal op de piano en jullie zingen met de piano mee. Dus we beginnen op bladzijde 175, maat 49, op maat voor maat 49. Dit is de begintoon.
Oké, moet wel lukken toch? En als je het nog nodig hebt, kun je gewoon weer eventjes terugspoelen. Hè? Dan heb je hem gewoon nog een keertje helemaal. Oké, dan ga ik nu verder met de alten. Alten, jullie beginnen halverwege bladzijde 175. En ook jullie beginnen daar gewoon met de melodie die jullie waarschijnlijk wel kennen. Alleen doen we eventjes de tweede noot naar beneden. Dus als je ziet, als je goed kijkt in de bladmuziek, zie je dat daar boven een nootje staat in tussen haakjes. Wij zingen dus niet een he, maar wij zingen een he, shall reign forever and ever. Jullie? Oké, en dan gaat hij daarna meteen door. Ever, forever, and ever. Dus jullie. And ever. Oké, nog een keertje. En dan gaat hij zo verder. Forever, and ever. Jullie. Weet je wat we doen? We doen deze bladzijde nog een keertje. Dus we beginnen bij deze. Jullie. Oké, gaat ie goed, dames? Dan gaan we naar een makkelijk stukje. King of kings. En die kings die duurt dan 8 tellen. Zing er maar eens. En die duurt 10 tellen. En Lord of Lords. Dan zingen de sopranen verder met die King of Kings. En jullie zingen dan. Forever and ever, halleluja, halleluja. Jullie? En dan zingen de sopranen. En jullie? En dan zingen de sopranen. Daar zit eventjes een instinkertje. Oké, dus die doen we nog een keer. Forever and ever, halleluja, halleluja. Dus daar is niet loja, maar loja. Oké, ik doe nog een keertje met jullie van bovenaf bladzijde. Nee, weet je, die King of Kings en Lord of Lords, die geloof ik wel. Onderaan bladzijde 176. Met die forever and ever. Oké? De sopranen zingen deze. Forever. Forever. Dan zingen de sopranen verder. En jullie zingen. King of kings and Lord of lords. Zingen jullie die King of Kings even? Goed gedaan. Moet wel lukken toch? En als het nodig is, dan pak je hem gewoon nog eventjes terug naar het beginnetje van jullie stemrepetitie. En dan zie ik jullie zometeen weer terug graag bij de toetierepetitie. Tenoren, jullie zijn aan de beurt. Jullie beginnen bovenaan bladzijde 175 als tweede met deze inzet, deze bekende inzet. And he shall reign forever and ever.
En jullie zingen dit dus een octaaf hoger, hè? Want ook dit is weer een heel hoog stukje voor mij om te zingen. Maar jullie moeten dit makkelijk kunnen. Dus hij gaat zo. We doen hem nog één keertje. Oké, lukt die, want dat is een hele belangrijke. Staat ook een mooie fort erbij, hè? Dus je mag hem lekker luid zingen. En dan gaat hij zo verder. Dit is wel jullie klinkende octaaf. Jullie. Nog een keertje. Oké, dan gaat hij verder. Hebben we even rust als je goed kijkt. En dan staat er... Jullie? Nog een keer? Oké. Dan gaan we zo over naar het makkelijke gedeelte. Maar we doen deze nog even één keertje opnieuw. Bovenaan bladzijde 175. Dit is de begintoon. 1, 2, 3. Oké, ging niet goed zo? Als het moeilijk is, pak je hem gewoon nog even terug, hè? Volgens mij komen we nu bij het makkelijke gedeelte en dat gaat als volgt. De sopranen en alten die zingen dit. En jullie zingen dan... Forever and ever, halleluja, halleluja. Zingen jullie hem? Nu wordt hij een klein beetje moeilijker te horen. Dus de sopranen zingen dit. En jullie nemen die toon over en jullie zingen... En dan zingen de sopranen... En jullie... De sopranen deze. En jullie. Forever. Let op daar. Halleluja. Dan is opeens de Luja wel lang. Dus de sopranen zingen dan deze. Halleluja. Oké. En dan gaan zingen de sopranen deze verder. En jullie zingen... King of Kings and Lord of Lords. Jullie? En dan doen we hem tot hier. Oké, ik doe deze twee bladzijden, 176 en 177, nog een keer vanaf het begin. En ik speel ook steeds de sopraan en alt, dat gedeeltje van die King of Kings, Lord of Lords. Speel ik er even bij. Zodat je weet waar we zijn. Dus we beginnen bovenaan bladzijde 176. King of Kings. Jullie. And Lord of Lords. Thank you.
Oké, tenoren. Dat wordt hem. Dan doen we hem vanaf nu nog een keer toetie met het orkest erbij. Ik ga weer staan om jullie te dirigeren. Oké, dames en heren. De toetie-repetitie van het Halleluja. We beginnen eerst met het gedeelte wat we vandaag gerepeteerd hebben. Dus, and he shall reign forever and ever. Dat is dus bij D onderaan bladzijde 174. Ik geef een klein stukje vooraf in de begeleiding. Tenoren. Alte. Sopranen. Oké, dames en heren, dat was hem. Dus dat is het gedeelte dat we vandaag gedaan hebben. Nu pakken we hem nog een keertje helemaal terug van het begin en zingen we hem tot hier. We zijn echt al ver over de helft, dus super tof. Ik hoop dat het jullie ook net zo goed lukt als ik in mijn hoofd heb dat het lukt. En anders oefen het gewoon even lekker, hè? Dus pak je stukje terug. Je hoeft niet per se elke keer de hele les te doen als je wilt. Je kunt natuurlijk ook je stukjes doen. Of je doet wel de hele les, zodat je ook gewoon echt elke dag aan je stemkwaliteit werkt. Wat super tof is, want ja, hè, er zijn nu zoveel andere dingen die niet doorgaan. Waardoor je misschien meer tijd hebt en ook meer zin hebt om eventjes lekker te zingen elke dag. Wat is nou elke dag een half uurtje, toch? Ja, nou, we doen het nog een keer vanaf helemaal het begin. Tenoren. Alten. Sopranen. Thank you.
Tot hier, dames en heren. Dat was de les voor deze week. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben, dat jullie weer lekker hebben gezongen. En dat ik jullie volgende week weer zie. Zoals elke keer, je bent vrij om een reactie achter te laten onder deze video. Of stuur me een mailtje of een berichtje op Facebook of op Instagram. En ik zou het echt heel erg leuk vinden als jullie deze les ook delen met andere zangers die jullie kennen. Waarvan jullie denken dat die er iets aan hebben of die het leuk zouden kunnen vinden. Zodat er meer mensen iets aan hebben. Ja, nou, tot volgende week wellicht weer. Dag!